Ja, er zitten mijn poezebeestjes. Hondje is net naar buiten gegaan. Hij heeft zijn eten al op. En daar hebben we poezebeestje 3. Ja, het is... Vandaag is vandaag? Donderdag. Het is donderdag, ja. En het is 31 mei. De laatste dag. Morgen 1 juni. Ja, dat... En het is 11 uur. Wat zeg ik? 11 uur 46. Maar ook wens ik jullie een hartelijk welkom toe bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, een Beestenboel inderdaad. Ook een harige boel. Normaal komt 's middags, donderdags, Rebecca. Maar dat gaat vandaag niet door. Die komt morgen. Want ze moet vandaag voor haarzelf moest zij weer naar het ziekenhuis. Dus ja, dat gaat voor. Dus daar heeft ze vrij veel gekregen van haar baas. En dan komt ze morgen op haar vrije dag. En dat zegt ook wel weer wat, of niet dan? Ik zou een broodje pakken, maar blijkt, dat was mijn brood niet goed meer. Dus allemaal witte uitslag. En hier en daar een wit pustje. Dat, ja, ik heb het klein gemaakt, ik ga het op het dakje gooien. Dus komt allemaal goed. Ik neem jullie mee, ik kan jullie kijken. Is wel leuk. Op het schuurdakje ga ik eens gooien. Ja. En het zonnetje, die is ook lekker aanwezig. Zo. Heel mooi. Kijk, en die doet niks. Die is er helemaal bang voor. Ik vind het wel leuk om te zien, maar het was niet te vangen. Kanjes. Wat een knaap, niet? Oh, dat is in de kerk. Ik denk al. Dat is allemaal weer wat bijzonders wezen. Of een begrafenis, zeker crematie of een bruiloft. Muziek. Nou, die zijn ook uitgegeten. Ja, nou, dan gaan we maar weer naar binnen. Ho, 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 blijf recht. Anders worden we dronken. Zo, nou ja. Gaan we weer naar binnen. Moet nog even wat schoonmaken. Zie ik. Dus ja, dan gaan we weer naar binnen. Nou, hier, kijk nou. Ligt zo. Een beetje in de schaduw onder de picknicktafel. En hier ligt de ander. Op de stoel. Ja. Nou, en ik heb ook mijn tweede nieuwe tuniekje aan. En die is ook heel erg leuk, al zeg ik het zelf. Ja, dat gaat in punten naar beneden. Tenminste, aan wie is kant in een punt. En van voor en van achter ietsje hoger. Hartstikke leuk. En geweldig, ja. Maar oké, dan ga ik een bakje koffie maken. Eten kan ik niet. Ik moet eerst ontdooien.
helaas. Dus dan eten we wat later. Maar ik kan wel een bakje koffie doen. En daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei, doei. Oh, mijn stok valt. Sorry. Maar ja, maakt niet uit. Doei, doei. Oh, daar ligt mijn meisje lekker. Ja, het is donker, het is triest. We krijgen noodweer. Hè? Ja. Ja, de lucht is donker. Ja, en het wordt mij verteld dat het vanuit Limburg komt. Ja, noodweer. Met onweer. Een dikke rode streep zag ik ook lopen over de kaart heen. Dus. Ja, ik ben er niet blij mee. Laat ik het zo wel zeggen. Ik hoor het al rommel in de verte. Ja. Nou, alles maar dicht doen. Ik kan hier nog wel even wachten. Ik zet hem gewoon op de kleinere haak. De deur. Hè? Kunnen jullie ook binnenkomen? Het gaat zo meteen onweren, ja. Het gaat zo meteen onweren. Drommelt al in de verre verte. Ja. Ja. Je doet me zin met je nageltjes. Ja, ik weet het. Heb je baasje jou geleerd, hè? Zo aaien en een pootje geven. Ja, dankjewel, jongen. Aaien, aaien en pootje. Ik krijg pootje en ik wil pootje. Goed zo. Nog een keer. Pootje. Goed zo. Ik zal even dat ding voor anders vasthouden. Zo. Hoor je het rommelen? We gaan naar binnen. Ik vind het eng gaan worden. Vrouwtje is bang, dus... Ja, ik zet jullie even op de tafel en dan doe ik jullie uit. Vinden jullie het goed? Moet maar. Tot straks. Ja, lieve vrienden, er is noodweer op komst in Den Helder. Ja, en ik ben ook zo bang. Heb ik altijd al gehad en ik ben het nog. Ja, het regent nog niet. Het begint wat meer wind op te zetten. Er was geen wind, tenminste weinig. Maar het begint nou wat meer te waaien. Nou, je ziet die lucht. Het is vreselijk. In de verte hoorde ik het al daarnet donderen. Het is echt vreselijk. Ik hoop dat ik het weerlicht erop kan nemen, ondanks dat ik bang ben. Want het zal wel licht ook gaan weerlichten, hè? Nee, jullie komen niet naar buiten, meisjelief. Nee. De deur staat op het kleine haakje. Jullie kunnen er net gelukkig er niet door naar buiten. Dus ik vind dit... Nee. Het is overal donker. Ik zal eens naar de keuken rijden. Kunnen jullie daar ook zien? Er lopen mensen voorbij, die hebben pech. Ik mag vloggen waar ik wil. Ik zal dit raam trouwens wel zo vast dicht doen. Hop. Die is niet maar dicht, want je weet nooit niet hoe het verkeer kan gaan. Maar zo is het dus. Ja, ik zag een weerlichtje. Een kleintje. Mag ik even bij, meisje? Zo, die moet weer terug. Wat een lucht, wat een lucht, lieve mensen. Oh, jeetje, meneetje. Oh, en wat is het donker? Wow, het spookt. Het spookt. Oh, lieve heer. Mijn genade, wat is donker. Ja, ik hoor het donderen. Ja, ja. Ik hoop dat hij niet op een vlaggenmast in slaat. Maar ik geen vlaggenmast meer. Dan is dat boel in de hens. Ik weet het niet. Het is aluminium. Ik weet niet waar de bliksem op afkomt. Ik zou het niet weten. Maar ik zit wel veilig in mijn huis, zeggen ze. Je moet of in je huis gaan zitten of je moet
Als je op een camping bent en je bent in een tentje, moet je naar de kantine toe. En anders in je auto of bus of wat dan ook. Maar ga niet onder bomen schuilen of wat dan ook. Nee. En maak je, als je buiten bent, maak je laag. Ben je op het land, ga in een greppel leggen. Maak je zo laag mogelijk. Lager dan het andere. Ja, dat is mij altijd ook geleerd. Dus ja, ik vind dit echt doodeng. Maar ja, wie ben ik? Een andere lacht erom. Ik vind het wel mooi hoor, bliksem. Maar toch, ja, ik heb te veel meegemaakt. Met onweer. Hoi mijn kerel. Was jij er ook weer? Nou dan, grote jongen. Nou, ik doe hem weer even uit, totdat de bui losbarst. Hé, hey, mondje, ja, het is zo donker. Ik heb even nou het licht maar in huis wel erop. Ja, ik hoor de onweer alweer. Maar ja. Ja. Geweldig. Ik heb bezoek in huis. Vind ik leuk. Ja. Ik heb bezoek in huis. Nou, dat moet kunnen. Maar ja, dan gaat het zo niet. 2, 3, 4, hoedje van papier. Ik pas zet hem in de glazen kast. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Oh, mag ik dat wel op de vlog zingen? Ik zing toch, niet hun. Ja. Nou, kom op, bliksem. Nou, dus je moet wachten, duurt tot het lang, hè? Ja, ik zag wel weer wat. Maar of ik het op de camera zag, weet ik niet eens. Ik doe hem weer even uit. Dan gaan we zo weer verder. Nou, kijk. Ja, kijk. Nog later een nieuwe. Die is ook nog, denk ik, wel een schuilplekje. Nee, die zijn niet bang. Maar verder is de kleine vogels, die ben allemaal weg. Kijk, nog een drup op mijn raam. En nou wordt alles nat. En dan maar, ga weg. Nou. Zo, maar nog. Want het is nou echt overal donker, hè? Oh, een muskie. Zo dan. Zo dan. Het begint echt hard te waaien hoor, dan ziet het hier nog niet zo goed. Maar de wind is frisser geworden nou. Lekker even. Kijk, daar gaat mijn marst ook al een beetje in de weer. Die stonden net stil, hè. Nou, ik ben benieuwd of we het binnen droog houden. Nog wel, ja, dat is al smerig. Gister. Oh, komt er eentje naar beneden gelopen, die kleine zwart-witte. Zo dan. Lijkt wel of jij een onweersbui bent. Wel. Jeetje. Nou, als het heftiger wordt, kom ik terug. Stop nu. Ja, het onweert af en toe wel best. Het regent, zoals jullie nu wel goed zien. En het weer ligt af en toe. Maar ja, ik probeer het even op te nemen zodat ik eigen geluid heb onder een vlog of wat dan ook. En wat denk je, wat er gebeurt? Ja, dan krijg je allemaal wat appjes binnen. Ja, en dat hoor je dan ook. Ja, dat is niet de bedoeling.
Ja. Drommel best. Enkel, ja, dat bliksem die zie je niet te vaak. Dus ja, het is af en toe dat ik wel alsof het enkel maar gedonder is en verder is niks. En als het dan weer licht is, dan is het gewoon de hele hemel even flauw verlicht. Maar niet van die krassen. Rommel de stommel, hè? Maar ja, ik zag er eentje. Maar of jullie het zagen, dat weet ik weer niet. En dit moet jullie ook horen. Maar oké, ik ga weer sluiten. Ik krijg al mijn arm. Ja, lieve vrienden, het is weer een aardig en lichter geworden. Het is nog wel vochtig allemaal. Maar ja, het is weer voorbij. Het is nog wel bewolkt. Het zonnetje is daar bezig, een beetje. Dat doet wel een beetje zeer in de ogen, dat is scherp. En er ruikt lekker fris. Het staat er lekker fris bij allemaal. Dus ja. Weer niet hoeven te sproeien vandaag. Nou, geweldig voor ik. Ja. Moet ik het wc'tje weer van mijn hondje opruimen, zie ik. Zal ik ook zo even doen. En dan moet ik... Met het eten ben ik al bezig voor morgen. Ik heb water op staan. Daar gaat macaroni in. Want ik ga macaroni-salade maken. Het is enkel mijn water... Met zout en curry erin. Dus ja, dan hoop ik dat de macaroni een ander kleurtje gaat krijgen. Dat is ook wel eens leuk. Een beetje oranjeachtig. Vind ik wel leuk. Het moet even koken eerst. En dat is nog niet klaar. Nee. Maar in ieder geval, ik zal eerst even mijn hondjes van wc opruimen. En dan zal ik de boel verder klaarzetten. Dat laat ik jullie straks wel eventjes ook zien wat er allemaal in gaat. En ik maak het in de grote suurpan klaar. Dat is maar tenminste een grote pan waar ik gewoon de koude salade in klaar kan maken. En dan, zien we wel hoe en wat. Dus gaat het in de koelkast en dan maak ik ruimte in. En dan is het morgen lekker koud. En wat er overblijft, dat zien we dan wel weer. Ja toch, ik heb in ieder geval, maak ik voor vanavond ook even een beetje. Ja, dat is dan ook wel weer afgekoeld voor vanavond. Dus komt goed, ik zou zeggen tot straks, lieve vrienden. Doei, doei. Ja, ik zal jullie even laten zien wat ik dus door de macaroni-salade heen doe. Nou, de macaroni staat er te koken. Tomaatjes. Dopetjes met worteltjes. Mandarijntjes, natuurlijk de dressering, een aantal Amsterdamse uitjes, wat ananasstukjes en crème fraîche, weet ik hoe je dat uitspreekt, een courgette en een aubergine en hamblokjes en niet te vergeten. Niet te vergeten, eieren. Dus die zal ik ook op gaan zetten. Kan ik koken. En dat maak ik gewoon in die pan klaar. Ja. En dan schep ik het morgen over in een mooie schaal. Kan ze zelf opscheppen. Ja. En dan vergiet natuurlijk om de macaroni even te spoelen. Ja. Moet ook gedaan worden. Anders vind ik het zo vies smelerig. Ja. Vind ik niet lekker. Echt niet. Maar oké, lieve vrienden, mijn stok is ook weer gevallen, dus die moet ik ook weer even oprapen. En dan zal ik nog even roeren, dan moet ik nog even naar het toilet en mijn handen wassen. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Of
als het klaar is, kom ik weer. Ja, het ruikt lekker, hè? Ja, vrouwtje had het dan ook klaar. 2 pannen. Met macaronisalade. Die. En die. Doe ik er eentje lekker in de vriezer. Ja. En ik neem er nou ook al een beetje van. Dus ja, dan hebben we ook vanmorgen weer. En dan heb ik ook die dag erop. Ik eet altijd 2 dagen achter elkaar hetzelfde. En dan heb ik een andere keer ingevroren. Lekker toch? Ja hoor, vind ik van wel. Nou, daar ga ik nog mijn eitje leggen. Ik zie de mompen. Ja, zijn ei. Dus ja, en daar zit mijn andere meisje, ja. Ja. Maar ja, het moet eventjes, het is nou niet koud, maar ook niet warm. Het hangt ertussenin. Ja, het is ook nog niet eens niet lauw. Nee, het is kouder dan lauw. Maar ja, het maakt niet uit. Ik zal de troep hier opruimen, want het is weer een klein beetje puinhoop, zootje. Maar ja, maakt niet uit. Dat heet wanneer je eten kookt. Ja. Mauw, zei hij. Nou, daar hebben we ons prinsesje. En dus, nou, ik zal even kijken of de deur weer open kan staan, want ja, het is benauwd in huis. Ik heb er last van, dus ik ga even kijken of die open kan. En dan kom ik straks wel weer even een keertje terug. Ja, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Mijn hondje is lekker aan het eten, zoals jullie het zien kunnen. Hé, kerel? Lekker, hè? Ja, die mag dus niet hebben van hem. Hij vindt het zelf veel te lekker. Maar ook, ik heb mijn eten voor mijn neus. Ja, en mijn macaronisalade. En meer dan genoeg voor mij. Ja, en dan heb ik nog in die pan nog staan. En dat gaat straks de koelkast in. Maar ik moet eerst eventjes eten. Aan mezelf denken. Koffie en een wijntje. En ja, lekker toch of niet dan? Ja, ik vind van wel. Zeggen, voor degene die net zo laat eten als ik, eet smakelijk en een fijne avond. En voor later, welterusten, lekker slapen met mooie dromen, gezond weer op en met Gods zegen zal het vast en zeker wel lukken. Dat denk ik haast wel. En ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht maar weer. Doei!